Installateur John Visser heeft het optimaliseren van cv-installaties als zijn dagelijkse werk. Vandaag kijkt hij met ons verder naar de instellingen van de cv-ketel. Wat ik vorige keer dus had uitgelegd is dat je als je je cv-ketel afstelt, dat je dus het vermogen heel laag moet zetten en je pompsnelheid heel laag moet zetten. Ik kan het heel makkelijk via de tablet doen, maar pak even het boekje erbij, installateursmenu, zoek even de parameters op en er staat duidelijk aangegeven het vermogen en het pomptoerental minimaal en maximaal. En als ik nu kijk naar actuele waarden, hij draait op 1700 toeren per minuut, pompsnelheid 40%. En dan krijg je dus dat er dus minder water door de installatie heen stroomt. En we hebben dus een aanvoertemperatuur van 59 graden. We hebben een retourtemperatuur van 30 graden. Dus deze heeft bijna 30 graden verschil. Dus dit is omdat hij onder de 55 graden retourwater is, is het dus een hoogrendementsketel. Ook bij deze kan je je storingen uitlezen, je kan alles afstellen wat je wil. Wat ook heel belangrijk is als je je ketel afstelt, is dat je een microbellenontluchter hebt, een magneetfilter en dus een inregelkraan. En hoe dat werkt, dat vertel ik de volgende keer.